Jure Geluk neemt het roer over als presentator van het programma Niet Klein te krijgen, waarbij hij de voetsporen van Paul de Leeuw volgt. De overdracht komt na de bekendmaking van de leeuw eerder deze maand dat hij zich terugtrekt na een incident met een regisseur van het programma, zoals bevestigd door BNNVARA Vara na rapportage van het AD. Het tweede seizoen van het programma zal de reis van kinderen met kanker volgen in het Prinses Maxima Centrum. Een emotioneel beladen onderwerp dat ongetwijfeld diepgaande verhalen en inzichten zal bieden. In februari werd onthuld dat de regisseur het vorige jaar vertrok na het genoemde incident met de leeuw. De laatste bood zijn verontschuldigingen aan voor het verheffen van zijn stem tijdens het conflict, maar benadrukte dat er verder niets ernstigs was voorgevallen. Hij gaf toe aan zijn fout in de podcast Lightless Lounge en erkende dat de focus van het programma moet liggen op de kinderen die erin centraal staan. Het is begrijpelijk dat hij, gezien de omstandigheden, besloot afstand te nemen van zijn rol als presentator. Deze ontwikkelingen werpen een schijnwerper op de uitdagingen en gevoeligheden die gepaard gaan met het produceren van programma's die betrekking hebben op kwetsbare groepen, met name kinderen die vechten tegen kanker. Het is van vitaal belang dat dergelijke programma's met uiterste zorg en respect worden behandeld, zowel voor de deelnemers als voor degenen die erbij betrokken zijn. Met geluk als nieuwe presentator staat niet klein te krijgen voor een nieuwe fase, waarbij het verhaal van deze moedige kinderen en hun familie centraal zal blijven staan, met een hernieuwde focus op empathie en begrip.